deed je vroeger ook al als je zenuwachtig was. Weet je, Anna, je gaat het gewoon geweldig vinden. Ik weet nog, in mijn ontgroening, toen heb ik in 1 week... Vrienden voor het leven gemaakt. Ik weet het. Ja, en dat gaat bij jou ook gebeuren, dat weet ik zeker. Pap? Mm-hmm. Als ik het nou echt niet leuk vind, kom je me dan halen? Nee, natuurlijk niet. Je blijft gewoon. Een echte blijmans geeft niet op. Prezes van Diepenbroek. Pro senior blijmans. Mm-hmm. Wat goed om je te zien. Ja. Ik had niet verwacht dat u de feut zelf zou afzetten. Nou ja, je moet er natuurlijk wel zeker van zijn dat ze niet stiekem wegrennen. Want Anna hier, die heeft het niet zo op ontgroeningen. Is dat zo, feut blijmans? Dan zou ik maar heel snel die auto uitkomen, dit aantrekken en naar je groep gaan als ik jou was. Ja, je hebt het gedaan. Nee. Welkom, stelletje kutfeuten. Jullie zijn aanwezig bij de ontgroening van de mooiste studentenvereniging van Rotterdam, DSKSV. Mijn naam is Harm-Jan van Diepenbroek, maar voor jullie ben ik meneer de Prezes. Links van mij mevrouw de Ruiter, oftewel vice-Prezes. En rechts van mij meneer Zuiderhout, ab actis van onze vereniging. Die naast wat noodzakelijke administratieve taken vooral verantwoordelijk is voor het keuren van de teefjesfeuten. Jullie staan hier bij de Ontgroening Plus en dat is natuurlijk niet zomaar. Ooit zijn jullie ouders van groot belang geweest voor onze vereniging en nu is het aan jullie om in hun voetsporen te treden. Feut Blijmans bijvoorbeeld. Als dochter van de alombekende Prezes Blijmans heb jij grote schoenen te vullen, meisje. Wij willen natuurlijk wel feuten die een beetje om aan te zien zijn. Geen uitgezakte koppen, maar strakke kontjes. Laat maar eens zien hoe sportief jullie zijn. Wat is er, kutfeut? Heeft ons homootje het nu al moeilijk? Ik heb astma. Maar het gaat wel. De eerste waar je nu oogcontact mee maakt is je maatje. Tot het einde van het feestje zijn jullie verantwoordelijk voor elkaar. Gaat de een pissen, dan gaat de ander mee, et cetera. En dan gaan we nu een stukje rennen. Blijf bij je maatje en zorg dat je veilig op de sociëteit aankomt. Nou hup, zeugen, maak papi en mami trots. Het regent, de pannetjes worden nat. Oh, kijk nou jongens. Het regent en heeft zijn jas niet aan. Nou is ons homootje helemaal nat. Feutje Blijmans, je maatje is nat. Dan moeten we jou ook nat maken. Of zullen we dat aan Rutger overlaten? Die heeft wel ervaring met het nat maken van teefjes. Blijmans, wat hoor ik nou? Ben je net zo viezerik als je vader? Je lust er ook wel pap van. Niet zo preuts, Blijmans. Je moet wel de familienaam in ere houden, hè? Kievel pertinent, precepta est sire. Ik hoor je niet, Blijmans. Je weet wat ik zei. Wie niet zingt, die zuipt. En als jij zuipt, moet je maatje ook zuipen. Et asantico. Kievel pertinent. Kom op, Blijmans, zuipen! Sister homootje, heb je last van spasmen? En waar zijn die medicijnen dan? Ga die dan eens heel gauw halen, Blijmans. Volgens mij kun je wel een glaasje water gebruiken. Kom anders even met mij mee. Kun je even tot rust komen? Dat kan niet als ik meteen terug. Dat regel ik wel. Kom. Nou, adem maar eens even goed uit, lieverd. Dat is niet niks, hè, zo'n ontgroening. Mijn vader wilde het graag. Hij zat er zelf ook bij. Natuurlijk. Prezes Blijmans. Ja. Die heeft ons, zeg maar, ontgroend. En toen kreeg mijn plek in het bestuur.
Misschien moet je je vader even bellen. Gewoon even laten weten dat het goed met je gaat. En dan kun je meteen de groetjes doen. Van ons. Dat is een uitstekend idee. Hallo? Oh, sorry. Ik zoek de meterkast. Die was een storing. Nee, die is hier niet. Wegwezen. Anna? Hey, pap. Pro senior Blijmans. Wat goed dat ik u tref. Wat doet Anna daar? Wij hebben gewoon een gezellig praatje met haar. Blijkbaar is ze niet op de hoogte van het verleden van haar vader. Jullie blijven van eraf, hoor je mij? Je blijft van eraf. Pap, wat is dit? Wat hebben wij lang moeten wachten. 25 jaar tot er eindelijk een nieuwe Blijmans bij de vereniging kwam. Dat zijn 8900 hele lange dagen. Nu is het mijn beurt om te praten en jouw beurt om te luisteren en te kijken. Net zoals je iedereen naar mij hebt laten kijken. Weet je nog wat je toen zei? Een mooie film als aandenken. Zodat iedereen kan zien wat een gewillig teefje je bent. Jij dacht dat je alles kon maken. Maar nu is het mijn beurt. Kijkt u even mee, meneer de Prezes. Een mooie film als aandenken. Lieve pertinent, recepta es irem, tantum audinos et sinum, den finem ad sinum, non cavitium, nil potestes quia stum.